Dementia, Reebok is in andere taal de naam van een vreselijk zielige kwaal. Waarbij je zowat op je 30ste jaar al bijna senuw bent, ja zeg maar half gaar. Ben ik een Dementia, Reebok geval? Die vraag had mij bezig en dat is niet zo mal. Omdat ik gemerkt heb dat ik sedert kort een tikkeltje vaag en vergeet dat vergnot. Zo had een collega mij onlangs gevraagd of ik op haar party wou komen. Ik ging er naartoe en het was heel geslaagd, de sfeer had het lekker gelopen. Ik kwam met een aardige boy in gesprek, die dol was op film, zei hij. De peetvader vond die eenvoudig te gek, ik nam nog een slokje en zei. De peetvader, ja. Ja, natuurlijk, de peetvader. Heb ik die ook niet gezien? Dat was toch die film met, kom, hoe heet die ook alweer? Hij zat ook in dat stuk van, hoe heet die ook alweer? Samen met die actrice waarvan ik de naam altijd vergeet. Hoe heet ik nou ook alweer? Wat zeg je? Marlon Brando? Maar het is toch geen Nederlander? Oh, sorry zeg. Ik dacht dat de peetvader een Nederlands film was. Nee, wacht even. Dan ben ik natuurlijk in de war met die film, die seksfilm. Je weet wel. Hij speelde zich geloof ik af in de Watergraafsmeer. Juist, ja, Blue Moon. Maar daar zat toch die acteur in, kom, hoe heet ik nou ook alweer? Nou ja, in ieder geval wat die vent daarin klaarmaakte, zeg. Ik ben echt niet kinderachtig hoor, maar dit vond ik nou gewoon weg smerig. Allemaal die blote piemel. De ene erectie naar de andere. Als ik die knul vandaag of morgen eens tegenkom, dan zal ik hem eens precies vertellen wat ik van hem vind. Want hij deed het nog slecht ook. Erg slecht zelfs. Zeg, hoe heet die knul nou ook alweer? Heet het Hugo? Hugo Claus kan dat? Ach, natuurlijk, je hebt gelijk, Hugo Metzers. Zeg, hoe heet jij eigenlijk? Oh. Is het niet gruwelijk? Is het niet waar? Waarom ben ik toch zo in de war? Is mijn geheugen zo vreselijk onvast? Daar, zoals in dit tijdsgewricht past, door informatie is overbelast. Of heb ik dementia precox? Ik zat laatst op een avond genoegelijk thuis, in kussens genesteld alvast voor de buis. Omdat er die avond, dat vond ik wel fijn, een uitzending over de kunsten zou zijn. Een zeer bekend iemand zou circa een uur wat babbelen met een theaterfiguur. Ik wist niet meer wie, ook al meende ik wel dat ik was gesteld op haar zang en haar spel. Later. Maar ik deed het en hoorde, hé, waar blijf je nou toch? We zijn werkelijk in alle staten. Ik ren en rossen, ik heb het gehaald en kreeg toen als vraag op mijn dank. Wat heeft volgens u uw carrière bepaald? Ik haalde diep adem en sprak. Nou, kijkt u eens, meneer. Neem niet kwalijk, ik ben uw naam eventjes kwijt. Ach, dat is ook zo natuurlijk, pardon van me. Kijk dus, meneer Duis. Ik kan wel zeggen dat ik ontzettend veel te danken heb aan mijn zangleraar. Zijn naam is meneer Van Schoten. En ook aan een al wat oudere cabaretier die de kijkers thuis vast allemaal aan zullen kennen. Ik kan nu even niet op zijn naam komen, maar hij is altijd als een vader voor me geweest. Oh ja, meneer Duinsteen, het is misschien wel grappig om te weten dat ik ook nog een jaartje op de Academie voor Kleinkunst heb gezeten. Hè? Dat was toen nog niet onder, hoe heet je ook alweer? De school stond toen nog onder leiding van, hoe heet je ook alweer? Ja, precies, 1 jaar, ja. Want ik kwam al vrij snel bij een cabaretgroep terecht, hè. En we hadden erg veel succes, mag ik wel zeggen. Het was zo'n beetje de topgroep van de 60er jaren. Ja, hoe heette die groep ook alweer? Zeg, even denken, hoor. De Beatles, kan dat? Ja, natuurlijk is mijn gezin ook erg belangrijk voor me. Nou, natuurlijk. Mijn kinderen, nou en of... Ja, dan vraagt u me nou wat. Hoeveel heb ik er ook alweer? Dat is even denken hoor. Oh, wat vind ik dat nou vervelend zeg. Ik wou dat ik het even aan mijn man kon vragen. Maar die zit momenteel in Londen. Of in Parijs, daar wil ik van afwezen. Weet je wat, ik heb geloof ik een erg goed idee, meneer Van Duinhoven. Het heeft vast wel eens in een interview of zo gestaan. En misschien weet een van de kijkers thuis, hè. Zou die dan zo vriendelijk willen zijn eventjes de studio op te bellen? Dan kunt u mij in de tussentijd nog een vraag stellen, zodat de kijkers thuis nog wat meer over mij aan de weet kunnen komen. Oh, heeft u de mevrouw opgebeld? Nou, dat is vlug zeg. En?
Ach, één kind, wat enig. Heeft die mevrouw er misschien ook bij gezegd of het een jongen is of een meisje? Is het niet gruwelijk, is het niet waar? Waarom ben ik toch zo in de war? Kan het soms wezen dat ik ongemerkt? Ach, want een mens is tenslotte beperkt. De laatste tijd wat te hard heb gewerkt. Of heb ik dementia precox? Ik heb het de hemel, zij dank niet constant. Een deel van de tijd is er niets aan de hand. En ik heb het gevoel, ook al weet je het nooit, dat ik het vanavond niet slecht heb gerooid. Misschien heb ik mij wel een paar keer vergist, zodat u een geestige frap hebt gemist. Maar toch is het stellig zo erg niet geweest. Als laatst toen ik optreden moest in Oegstgeest, ik was me bewust van geen enkel gevaar en had echt dat losse, relaxte. Ik kwam met wat oud en vertrouwd repertoire en zat dus wel safe met mijn teksten. Het begon met een lied dat een vriend voor me schreef, een tamelijk ondeugend chanson, waarin hij de spot met de sekstaboes dreef. Het orkest zette in, ik begon. Wist u dat? Nog een keertje, alsjeblieft. Wist u dat? Oh ja, dankjewel, Gildo. Wist u dat er in de stad een buurt bestaat? Waar een nette man zijn moeder wandelen laat. Is een reuze of fatsoenlijk stadsprobleem. Want daar woonden alle jongens met eczeem. Er is keus in overvloed voor iedere dame. La la la. Gracias.